Wij gaan terug naar Oudejaarsavond 1899. We gaan de monitor naar boven brengen voor de panelleden. We gaan het licht hier in het Trosttheater wat dimmen. En let goed op. Cognac, doe iets! Spreek dat mens weg! Dank je, Stijn. Luister, jullie allemaal. Ik laat alles na aan één persoon hier in deze kamer. Martijn, ga mijn bureau zitten en schrijf. Ik, bij zover, ik, Adrianus Hendrikus Lietaert, bij mijn volle verstandelijke vermogens, vermaak al mijn bezittingen in geld en goed aan, laat dat nog maar even open, titeltje. Zijn er mijn enige wettige erfgenaam als dank voor het onthullen van de identiteit van mijn moordenaar. Plaatsdatum. Dank je, Martijn. Je bent gek. Ik heb het altijd wel gezegd, je bent gek. Het kan niet. Dat kunt u toch niet doen? Wel. Jawel, dat kan die wel. Adriaan, beste broer. Luister, ik geloof nog steeds dat het met die slang een ongeval was. Hoe dan ook veroorzaakt. Maar waarom lossen we de kwestie niet zo op? Ieder van ons vertelt wat hij de laatste uur heeft uitgevoerd. Nauwkeurig. Tot in detail. Hè? Wat ons betreft, Emilie en ik, we kwamen hier om 7:20 aan. Exact 10 minuten voor Paul en Constance. Dank je, Stijn. Ja, dank je. Lodewijk, Waarom houdt die broer van jou van die afschuwelijke griezels op na? Omdat vader meer van die griezels houdt dan van zijn familie, tante Emilie. Adriaan is een expert op het gebied van gifslangen. Dat was hij in India al. U ziet er elk jaar jonger uit, tante Emilie. Dank je, Martijn. Maar waarom draagt u uw handschoenen nog? Wat dom van me, zeg. Ik ben helemaal vergeten ze uit te trekken. Het is ook zo koud buiten. Stijn, wil jij eens even meenemen? Zeker, alsjeblieft. Dank je, schat. Martijn, kan ik voor jou ook iets inschenken? Nee, dank je. Niet voor mij. Daar zijn Constance en Paul. Beste Stijn, ik hoop dat we niet te laat zijn. Waarom komen ze niet binnen? Ik denk dat ze naar de bibliotheek zijn gegaan. Laten we naar ze toe gaan. Ja, goed, ja. Emilie. Oom Lodewijk. Het is nog te vroeg om jullie aan. We hebben weer wat gepraat. En toen zijn we met z'n allen gaan eten in de eetzaal. En daar zijn we bij elkaar gebleven, zoals iedereen weet, tot 10:30. Na het eten hebben de dames zich even teruggetrokken. En de heren gingen naar de biljartkamer om wat te roken. Adriaan is toen even gaan rusten. Paul, Martijn en ik, we gingen hier terug naar de studeerkamer en even later kwamen de dames ook, wanneer een half uurtje later. Nou, en sindsdien zitten we hier bij elkaar. Ik ben hier de hele avond niet in de studeerkamer geweest, totdat ik hier bij jullie kwam na het diner, dat ik me eerst wat had opgefrist. Er kan hier dus iemand hier binnen geweest zijn bij de kluis, voordat jullie uit de biljart. Daar zijn we maar heel kort geweest. Het was er koud. Ja, 20 minuten misschien. Klopt. We kwamen zo ongeveer 10:50 hier in de studeerkamer. Volgens mij kan er hier niemand in de studeerkamer geweest zijn voordat wij terugkwamen.
Ja, de panelleden komen pennen en papier tekort. Er is een geschrijf hier, hè? Het is geen makkelijk spelletje, hè, Liz? Veel onthouden, ja. Wel gezellig, hè? Ja, wel leuk. Ja? Ja. Nou, ik vind het leuk dat je het gezellig vindt. We gaan nu, na het tweede bedrijf, iets anders met jullie doen. Jullie krijgen nu de gelegenheid om van ieder van de aanwezigen, dat wil zeggen, je mag zelf kiezen van wie, een verklaring te horen. Hun visie op de zaak, eigenlijk. Dus het kan van iedereen zijn, inclusief Adriaan. Verder alle aanwezigen. Wie zou u graag willen horen, meneer Torenaar? Ik zou graag Adriaan eens even terug willen hebben. Ja, dat komt niet vaak voor dat je het slachtoffer even kan horen, hè? Even terugkomen, ja. Ik hoop dat u er wat wijzer van wordt. U vraagt Adriaan. Liz, wie vraag jij? Ja, ik zou als eerste Stijn eens willen spreken. Ja, dat is jouw Stijn, hè? Koos, wie wil je horen? Emilie. Emilie? Ja. Goed. Nou, het is een korte verklaring. Ja, ja. Hebzuchtig zijn ze allemaal. Maar ik hoop toch niet dat het een van mijn zoons is. Want ik hou van ze, van mijn jongens. Van Martijn en van Paultje. Als schoon u misschien moeite hebt om dat van me te geloven. Ja. Komt u daar iets verder mee? Dat had ik zelf ook kunnen zeggen. Ja. Ja. Met evenveel gevoel voor drama. Ja, 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 ja. Goed, Liz, we gaan luisteren naar de verklaring van Stijn de Butler. Als ik die persoon in handen kreeg die bedacht heeft dat het altijd de Butler gedaan heeft, dat is toch niet eerlijk. Maar goed, ik heb goed geluisterd, ik heb goed gekeken en ik denk dat het die Martijn is. Die jongen die deugt niet. Ja, hij schuift de verdenking op Martijn. Ja. Ze zijn ook erg aardig voor elkaar, hoor. Ja, ze houden veel van. Koos, voor jou, Emilie aan het Emilie woord. Wil ik graag zien, ja. Ik was eigenlijk veel liever getrouwd geweest met Adriaan. Maar het moet Stijn geweest zijn. Daar ben ik van overtuigd. De rest is veel te dom, te laf, te slap. Stijn staat voor mij als een paal boven water. Ik vraag me af of hij op rijpere vrouwen valt. We hoorden haar juwelen schudden. Koos, ja. Emilie, is zij verdachter geworden nu? Ja. Dat was al in de eerste ronde een klein beetje, maar ik wou niet meteen achter de commissaris aanlopen. Ze wordt voor mij verdachter. Meer verdachter. Verdachter. Goed. Meer verdachter. Dan wil ik jullie nu vragen om je tweede foto neer te zetten. Als deze tweede keuze voor jullie aan het eind van het programma juist blijkt te zijn, verdien je er 10 punten mee. Zou u opnieuw een foto hier neer willen zetten? Uw ja. Tweede keuze. Ik blijf bij mijn vriendin. Meneer Torenaar blijft consequent Emilie het meest verdacht vinden. Liz die zegt voor de tweede keer Stijn de Butler. En Koos Postema switcht van de Butler naar Emilie. Hartelijk dank. Goed. Dames en heren, voor u het tweede gebeuren. Wij hebben, als het goed is, 48 mensen over. Die 48 mensen ga ik wederom een vraag stellen. Adriaan dicteert een nieuw testament aan zijn zoon Martijn. Als hij dat gedaan heeft, wie geeft dan als eerste een reactie? Is dat A, Paul of B, Emilie? Drukt u nu de computer in. A is Paul, B is Emilie. Ja, dan gaan we nu het antwoord zien. Plaatsdatum. Dank je. Martijn. Je bent gek. Huh? Ik heb het altijd wel gezegd, je bent gek. Zo, dames en heren. Dat was dus duidelijk. Emilie gaf als eerste een reactie, daarna pas Paul. Als u B heeft ingedrukt en het gaat om die 42 mensen die deze vraag moeten beantwoorden. Ik zei net 48, maar ja, ik heb ook zoveel aan mijn kop. Als u B heeft ingedrukt, zit u nog in het spel, heeft u de vraag goed geantwoord. We gaan eventjes kijken hoeveel van u die vraag goed beantwoord hebben. 29 en 13 hebben hem fout beantwoord. Jammer, maar voor die 13 mensen hebben we hier van Noor een schitterende Hupman. Walkman. Prachtig. Voor diegenen die afvallen. En het is een zogenaamde heavy duty. Je kan er 20 meter mee onder water, dus het wordt lekker badder het komend weekend. Hè? Dankjewel, Noor. We hebben ook een extra prijs.
Die 13 mensen die nu helaas afvallen, die vraag ik nog een keer om nog eventjes op een knop te drukken. Want kijk eens wat we hier hebben. Een schitterende video 8 camera recorder. Dat wil zeggen een camera en de recorder zit er ook in. Een heel kleintje. Dus je kunt zelf Guus Verstraeten spelen. Ik zal het even laten zien hoe dat gaat. Zelfs een presentator kan dat. Goed. Deze camera is voor u. Als u op het juiste tijdstip, maar dat kunt u van tevoren ook niet weten, en het lot ligt in uw eigen handen, nog één keer op een knopje drukt. A of B, maakt niet uit. Drukt u nu dat knopje in. U bent mevrouw van de Oever. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. En u kunt er prachtige opname mee maken en ik hoop dat u er blij mee bent. Dank u wel. Veel geluk met uw video 8, mevrouw van de Oever. En misschien tot de volgende keer. Ja?